Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is nu deel 2. Ze zijn nog steeds bezig om een klep op te halen. Die moeten ze 20, 30 kilometer hier vandaan weghalen. Dus dat duurt nog een uurtje. Daarom heb ik net het eerste deel geëdit. En die is nu aan het uploaden. Dus die hebben jullie al gezien als deze dan online komt. En dan zou ik zeggen ook mensen, of Tip de Bruine Labrador, gefeliciteerd met de VVV-bon. En zodra je een mailtje hebt gestuurd met adres en je gegevens, dan kan ik actie ondernemen om hem op te sturen. Dus ik zal hem nog even laten zien. En dan gaan we straks weer verder met de verbouwing. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dus deze komt naar jullie toe. Tip de Bruine Labrador. Als jullie wel reageren. Maar dat denk ik wel. Dat komt vast wel goed. Even een berichtje zo tussendoor. Ik ben hartstikke blij hoe het verder gaat nu. Ik heb 1840 weergaven. In de afgelopen 28 dagen. Dus dat gaat volgens mij heel erg goed. Ja, voor sommige YouTubers gaat dat, is dat nou, heel weinig of wat dan ook. Maar... voor mij vind ik dat heel veel. Dus ik zal er even een foto bij plaatsen. Eventjes printscreen. Wat ik van YouTube heb, zeg maar. Dat zal ik eventjes laten zien. Dat heet trouwens YouTube Studio. Daar staat dat in. Dus en dan heb ik ook nog even een foto van... hoe het gaat met de abonnees en de niet-abonnees. Nou, en dan even over de abonnees. Er is 55,6% is niet geabonneerd. En 44,4% is dus wel geabonneerd. En dat vind ik jammer. Dus ik hoop toch dat er van die 55% nog 10% of 15% toch nog op het abonneerknopje wil drukken. En druk dan ook even op het belletje. Dan krijg je gelijk een melding als ik weer iets nieuws plaats. En dan heb je ook gezien dat gisteren dus de nieuwe winnaar bekend is gemaakt van de VVV-bon. Dus en dat is Tip de Bruine Labrador. Dus ja, dat is gewoon leuk als je dat doet. Dus ik hoop mensen dat er nog iets meer mensen abonneren willen. Dat zou ik echt super leuk vinden. En dan ga ik voor jullie bezig om leuke content te maken. En dan zie ik jullie zo weer. Nou mensen, hier is hij dus bezig om te gaan kitten. En dat gaat hij zometeen op een hele bijzondere manier doen. Dus maar dat zien jullie zo wel. Hier zie je dus een boormachine met een kitspuit erop. En volgens mij is hij hier nu mee bezig. En dat is wel heel bijzonder. Oh nee, hij is er nog niet mee bezig. Nu is hij ermee bezig. En ik vind dat wel heel bijzonder eigenlijk om dat te zien. Nou, het zit weer in elkaar. Met heel veel gehannes en gedoe. Er zit een klep in de grijze buis, zeg maar.
Dus nou ja, zijn zij weer tevreden, er zit een sticker op. Daar ging het ook om. En nou is die brand veilig, zeggen ze. Nou mensen, hij zit weer dicht. En nou ja, ik ben weer blij. Roosters zitten weer op. Dus dan ga ik jullie nog even mijn halletje, mijn schuurtje laten zien. En dan gaan we deze vlog even weer editen. En dan ga ik even wat nieuws proberen. Of dat lukt, een voice-over. Dus maar dat gaan jullie wel horen of het is gelukt. Nou, het is weer wat witter geworden. Dus super mooi. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er zit een werkje in. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Nou mensen, dit was hem weer. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ze zijn in mijn douche, zijn ze klaar. En na heel veel meten en passen en nieuwe onderdelen is het gelukt. Dus morgen, of voor jullie maandag, dan komt de schilder. En die gaat het verder afwerken. En dat gaan jullie dan maandag wel weer zien. Deze komt zaterdag online. En dan ga ik eventjes proberen of ik een voice over, of dat lukt. Maar dat hebben jullie dan wel al gezien. Dus nou ja, ik zou zeggen mensen, nog een prettige zaterdag en een fijne zondag. En dan tot de volgende.